De Nationale Assemblée is begonnen met discussies over de wet op de Rekenkamer. De wet op de Rekenkamer dateert van 1953. Na 65 jaren wordt het daadwerkelijk tijd om dit orgaan zodanig bij wet te regelen dat het kan inspelen op de huidige ontwikkelingen en behoeften. Ook is het van belang om ervoor te zorgen dat het toezicht van dit orgaan op de staatsfinanciën verder verscherpt wordt. Amzet Abdul, voorzitter van de Commissie van Rapporteurs, ging in op dit wetsvoorstel in de Nationale Assemblée. In de grondwet van de Republiek Suriname is ten aanzien van de staatsfinanciën aangegeven dat bij wet een orgaan wordt ingesteld dat tot taak heeft toezicht uit te oefenen op de besteding van staatsgelden, artikel 149. Artikel 150 van de grondwet omschrijft deze taak als het uitvoeren van toezicht op de bestedingen van staatsgelden alsmede controle op het geldelijk beheer van de overheid in de ruimste zin. Dit toezicht op de bestedingen van de staatsfinanciën wordt uitgeoefend door de Rekenkamer van Suriname en behelst zowel het toezicht op de rechtmatigheid als op de doelmatigheid van de besteding en het beheer van de staatsfinanciën. Einde citaat, voorzitter. Voorzitter, ik denk dat dit deel geweldig is geregeld in de ontwerpwet. Het werd tijd dat na alle ontwikkelingen binnen de financiële sector deze wet ook integraal werd gewijzigd. De wet op rekenkamer dateert van 1953. Na 65 jaren wordt het daadwerkelijk tijd om dit orgaan zodanig bij wet te regelen dat het kan inspelen op de huidige ontwikkelingen en behoeften. Ook is het belangrijk om ervoor te zorgen dat het toezicht van dit orgaan op de staatsfinanciën verder verscherpt wordt. De toevoeging, voorzitter, in de memorie van toelichting, en ik citeer, begin citaat, de herziening van de wet op rekenkamer is daarom mede gericht deze onafhankelijke positie van de rekenkamer meer gestalte te doen geven. Zij zal administratief en comptabel niet meer onder financiën vallen en rapporteert rechtstreeks naar de Nationale Assemblée. Einde citaat. Is een toevoeging, voorzitter, waarin ik me volledig in kan terugvinden. Zij die de behandeling van de nieuwe comptabiliteitswet hebben gevolgd, weten dat de verslaglegging volgens die ontwerpwet enorm zal worden aangepast. Het ministerie van Financiën zal bij de verslaglegging een zeer belangrijke rol spelen. Ook zal de overheidsadministratie enorm transparant worden. Ik denk dat het in dat kader en in het kader, onder andere in dat kader en ook in het kader van good governance ook van belang is om een orgaan die belast wordt met het uitoefenen van toezicht op de overheidsfinanciën niet onder dit ministerie onder te brengen, voorzitter.